Welkom bij een nieuwe Let's Play bij Inside Gamer. Vandaag niet een zombie mod of een iets wat oudere game. Nee, we spelen Arma 3. De mooie, grotere opvolger van Arma 2. Die zo ontzettend bekend is geworden door de DayZ mod. Ik ben hier vandaag met Stan, Michiel en Vera. Hallo. Hoi. Nou, Stan, dat jongen, dat kennen jullie langzamerhand wel. En Michiel, hebben jullie misschien ook al een paar keer gehoord? Ja, in welke video's waren het ook weer, Michiel? DayZ, Minecraft, Shootmania. Yes, nou en Vera die heeft zich aangesloten na Minecraft. En vond het erg interessant dat wij met z'n allen Arma 3 hadden gekocht. Start het ondertussen maar even op, omdat het laatste scherm doet nog wel even. Natuurlijk. Even denken. Ja goed, want je kan dus Arma 3 kan je nu in de alpha kopen alvast. Voor €25 op Steam geloof ik. Ja, of klopt. Via de officiële Arma site. Dus ja precies, precies. En dan heb je voor €25 heb je toegang tot de alpha, later de beta en de volledige game. Dus je hebt nog een behoorlijke discount ook. En je kan natuurlijk ook special editions kopen, dan krijg je de soundtrack. Ja, ja. Die heb ik. Ja. Oh, wat hip. Ieder wat hij wilt. Nou, wij gaan nu een co-op missie spelen. Bij de game krijg je een aantal singleplayer missies bijgeleverd. Maar ja goed, Arma singleplayer, dat is... Ja, het kan wel. Ik ben er geen voorstander van. Ik vond het wel leuk, maar... En dan heb je de tegenhangers, de co-op missies. Echt compleet ingerichte missies met doelen en objectives. Voordat wij verder gaan... Dit is poging 3 of 4 van onze opnames. Ik ga nu gewoon verstoppen Michiel achter de steen. Ik ga gewoon achter Michiel verstoppen. Als er iemand dood. Ja, nee, ik heb backblast heb ik. Oh, ja. Dit ding heeft backblast. Het is realistisch. Als je achter hem stopt, ben je dood. Ja, nou, het is geen Call of Duty. Nee. Oké. Okay. Hey, jij bent hier de Call of Duty player. Dankjewel, Vera. Ik bedoel, ik heb geen ervaring, dus maak die stomme auto dood. Oeh, waarom moet jij dan achter die steen? Ik sta hier echt compleet onveilig. Ben ik! Holy shit. Oh, hij is kapot. Oh! Yay! Woehoe! Nou, dat, we hebben nu... We schieten we nou door? Oh, dat was de stand die als een of andere Oegandese victory schot deed. Of niet? Zo compleet zinloos in de lucht schieten. Ja, we hebben hier nog vijanden beneden, dus... Oh, ja. Nee, die zaten in die auto, die stappen dan eruit. Ik ben echt blij. En dat zullen jullie als kijken echt niet begrijpen. Maar dit is echt wel poging 3 of 4 dat we deze Let's Play opnieuw zijn begonnen. Omdat we dus gewoon continu doodgaan. Deze scène. We zitten hier aan de richel. Ik weet niet of we er al faal hebben. Het zelfs goed is. Ik zie ze nog niet. Nee. Ik pak even mijn verrekijker erbij. Ook. Gaan we zo even verrekijken. Welk knopje is mijn verrekijker? Ik mis wel een tagfunctie. Ja, die kan heb ik wel soort van. Ik ben teamleader. Voor zoverre dat betekenis heeft. Jij hebt extra functies. Wel, Douwe, jij bent koning Douwe, toch? Ja, dat weet ik wel, lieve schat. Maar in dit spel is het anders weer, hè? Want als ik een order geef, dan luister jij gewoon structureel niet, bijvoorbeeld. Wie, ik? Ik luister altijd. Oh, nee, ik voelde je aangesproken. Ik bedoel... Ik voelde me aangesproken, ja. Ik zie echt helemaal niks, dus ik stel voor dat wij gewoon deze heuvel in de gaten houden. Dan houdt het op, laten we daarmee beginnen. Aangezien we nog een hoop andere dingen willen laten zien, dat is ook wel handig om even te vermelden, volgens mij heb ik dat vergeten. We gaan dit laten zien, de koopmissies, een stukje. Daarna gaan wij Wasteland spelen. Dat is een soort van DayZ eigenlijk, alleen dan zonder zombies. Ja, en wel met het basisprincipe, je moet overleven, maar niet te veel van in ieder geval. Nee, ik ga daar straks over uitweiden, maar het is onder andere een stuk als, je kan niet echt wapens vinden, maar je vindt wel in elke voertuig vind je bezoekers, mitrailleurs en geluidsdempers, dus dat is wel erg tof. Oh, geen bezoekers hoor. die zit in kisten weer, hè? Nou, ik weet niet. Ik heb een paar keer een bezoeker gekregen en toen ik weet niet hoe ik haar moet. Nou, maar niet uit. Details. En we sluiten af met Team Deathmatch die we allemaal nog niet hebben geprobeerd. Dus ik hoop dat ook een erg interessante indruk gaat achterlaten op jullie. Een succes. Terwijl de zon langzaam opstijgt of ondergaat aan de rechterkant. Ja, even zo'n mooie pannen. Wat is horloge ook weer in oog? Oh? Het is 5 over 1. Ja, 3. Ja, oké. Okay. Oh ja. Wat niet helemaal klopt met de bij mij is het 5 over 6. Stan. Teamleider. Zes, sorry. Ja, 5 over 6. Rustig aan, hè. 5 over 6. Dat staat je daar bovenop. Unknown contact. 800 meters due north. Ja, ik kijk er dus naar en ik zie twee mensen blijkbaar. Ja, ik kan echt niet van zover... Ja, mijn mannetje loopt wel te schreeuwen zo van... Is die ik zie ze zitten daar boven bij die huisjes. Oh, ja, ik zie ze ook, inderdaad. Het is erg ver weg nog, hoor. Echt dichterbij komen. Ja, maar onderlopen er toch altijd een paar. Ja? Hoe geef je ook weer een mark? Oh, ik zie ze ook rondlopen nu. Maar ik zie helemaal niks rondlopen. Dan ben je huisjes met je binoculars. Oh, ik zie...
Albertje, ik zwem met de scope. Daar, waar ik nu jullie mark op zet. Alleen Stan moet het kunnen zien waarschijnlijk. Qua opnames. Ja, ik zit echt heel dicht op het scherm, maar ik zie ze niet lopen. Je moet niet je microfoon in je mond stoppen als je probeert te focussen. Ja, ik zit echt met mijn neus op het scherm. Ja, ze zijn nu weg, maar je zit er wel. Oh, daarom zie ik niemand. Nou, hij zit er wel, maar... Oké, laten we even rustig gaan snijpen. Kun je me niet, is er een manier om je adem in te houden? Ja, je rechter muisknop inhouden. Oh ja, dat was het inderdaad. Nou, we moeten sowieso dichterbij komen, hoor. Want dan is... Ja. Ik stel voor dat wij daar naartoe gaan. Zien jullie Mark op je map? En heb je scherm? Oh, hier ligt die quad toch ook beneden? Ja. Oh ja. Volgens mij wel. Stan, zie je ons movement ding? We gaan die quad niet gebruiken. Toen gingen jullie de vorige keer dood. Helemaal niet. Toen hebben we Michiel en ik die hele drie mensen doodgemaakt. En toen, wat gebeurde er daarna ook weer? Toen gingen jullie... Maar dan kunnen we wel even de diversiteit laten zien, Douwe. Ja, dat kan. Maar dat kan ook zo. En zeker in Wasteland heb je eindeloos voertuigen. Dus dat kan je dan prima laten zien. Jongens, enemy spotted. Dit is namelijk een beetje voor... voor een... Wat? Enemy spotted? Oh, wow! Wat is dat? Een van ons dat? Holy shit, ik schrok me echt. Ik schrok wie deed dat? Geen idee. Jongens, wat? Maar hij is een rocket... of een grenade launcher, zeg volgens mij. Jongens, ze liggen altijd, ze lopen op die berg. Ja, ik zie ze ook. Ik zie ze ook. Nou, ik kan ze echt niet raken, gewoon die al een beetje schieten, maar... Oh, ja, je moet dus niet in... Kijk, ze hebben wel die DayZ-eigenschappen, dus dat ze spontaan ineens besluiten om te gaan sprinten, bijvoorbeeld. Niet voor me lopen, jongens, als je... Nooit voor de gunners een geweer lopen, of zijn mijn team gewoon. Ah, dat zijn AI's, dus kan je leuk zeggen, maar... Het meer... Hoger, ik weet niet wie er schiet, maar wie nu schieten? Oh, ja, schiet. Ja, ik heb er eentje, maar waar is die ander? Achter die rots daar, er wordt opgeschoten. Er zit ook een in de bosjes. Hier. Twee boven ook. Ga nou eens dood. Vent. Maar als ik jou vertel dat je dood moet. Kun je ook weer van je wapen je... Oh, ik heb er een. Hoe kun je ook weer dat je schot aanpassen? Met F. Ah ja, F ja. Nou, ik heb hem dood. Mooi. Dat jullie dat zien. Dan valt in elkaar, dan is je dood. Ja, maar je hebt er niet zo'n goede scope, Sfera. Dus het is ook voor mij is het echt erg ver weg. Ja, maar jullie hebben dus, wij hebben dus de het is een sniper. Ja. Maar, ik heb light machine gun. Ja, het wat wij hebben is een sniper, maar hij ziet er niet uit. Oh, helikopter, heli. Oh my god. Is er een manier hoe wij niet opschieten dus? Oké. Okay. Luister, Sfera. Oh, die komt in voor streving run. Scatter. Ja? Ja, kijk dan. Tot nu. Oh, ik word ook geraakt door iemand. Wie schiet mij dood? 200 meter, south. South, dat is onder ons. Dat is hier achter ons, waar we vandaan kwamen. Waar we vandaan kwamen. Oh ja, dat herinner ik me. Waar staat hij? Waar vandaan kwamen. Ik heb hem, ik zie ze. Waar? Waar vandaan kwamen? Ja, waar daar. Vandaan kwamen. Oh, joh. Dat is één. Ja, inderdaad. Twee, ik heb ze. Ja, ik zie ze inderdaad. Heel goed. Stop. Oh, jij hebt ze, Michiel. Heb ik ze? Oh, ja, goed. Ik dacht ik zat, maar... Nee, dus. I was mistaken. I'm sorry. Hou je rekening met die bullet drops dan? Ja, tuurlijk. Want die is... dat is wel grappig. Als je schiet dus... Dat, is, je ziet... dat doet me een beetje denken aan Delta Force van vroeger. Ik weet niet of iemand Delta Force heeft gespeeld. Ja, ik heb ze allemaal gespeeld. Dat is echt bullet drop. Ja, en vooral met die snipers, jongen. Ja, dan... We moesten een boogje schieten. Maar moet ik even heel goed nadenken. Was met Delta Force op een gegeven moment zo extreem dat je zelfs wind moest meerekenen? Ja, ik heb hier ook al in. Je hebt hier met Armor 2 pin of wel mods ik waar je. Ik een beetje op de berg staan. Waar zie je iemand op de berg staan? Oh, daar. Ik bij die huisjes. Ja. Die huisjes, er een stuk of 2 of 3 nog. Waarom gaat dit niet dood? Dan ga ik liggen voor een rots. Dat is ook niet handig, hoor. Rule number 1. If you want to shoot something, make sure there's nobody in front. Is hij dood? Hè? Ik hoor een helikopter aankomen, trouwens. Ik voel het over, ja. Liggen is ook zo. Gast, ik schiet op je. Is dat dan een auto? Oh, daar gaat hij, loopt weer. Nou ja, kom op, hé. Hé, maar heb ik hem nu wel? Heb ik... Ik heb hem doodgekregen, jongens. Ja, dat is de andere ook nog inderdaad, ja. Is er nog eentje daar? Ik zit ook nog steeds over. Vera, die zit echt te kijken. Vera! Wat gebeurt er? Oh ja, waar ben je? Achter, ik ren weg. Twee helikopters zijn er, jongens. Schieten ze ook op ons. En dame. Hoezo staat er eentje? Ik ga nu nog goed liggen. Ik lig met die grote raketlancer hier. Ja, ik worden zie we beschoten nog?
Waar zijn jullie? Ik zie er nog één staan. Bij het huisje op de berg. Jij bent gewond, maar kan wel een barrel roll doen. Ja, ik ben zo goed. Er staat er nog eentje op het huisje, helemaal het rechtse huisje van de berg. Er staat er eentje om het hoekje op daar. Zo. Oh ja, ik zie hem. Ik zie hem. Daar. Ja. Daar komt hij aan. 2-2. Jezus. Ik stel voor dat... Ik heb er één. Ja, ik word weer op mij geschoten, hè? Ik had hem staan. Ik had hem. Ik ga gewoon... Oh shit! We willen heel graag wel dat alles iedereen open up en give hem help. Yes, die heb ik hem, volgens mij. Jij had hem, ja, jij had hem. Hoppa, toppie. Michiel, loopt er nog eentje nog, daar in de bergrand? Gewond of niet? Rechts ervan? Nee, niet meer. Ja, top. Er zijn te veel hier. Kijk hoe die hoe laag ik heb hem, ik heb hem. Hey, maar kijk hoe laag die helikopter hangt. Ja, echt bizar. En, lekker hoor. Maar dat is toch eigenlijk te bizar voor woorden. Om niet meteen helemaal discussie aan te gaan over militairen. Maar dat je... ik heb een gast gesproken die ook in het leger heeft gezeten. En die zei ook dat zodra je dus in een vuurgevecht komt in het echt... dan is het absoluut geen Call of Duty. Ja, heel soms. Maar hij zegt het is gewoon over het algemeen... een halve kilometer tot een kilometer afstand op elkaar schieten tot 1-10 nog maar 5 lopen. Dit is de piloot, die zit meestal rechts. Ja, ik ben die helikopter. rechts op de piloot. Mag ik op die helikopter schieten? Mag het? Oh, deze... Uh-oh. Hij doet wel raar draaien. Hij lijkt een beetje het helikopter. Nee, hij stort neer of hij vliegt weg, maar... Nee, we gaan de scroll niet verspillen aan. Hij komt hier. Ja, hij maakt een looping. Oh nee, nu niet meer. Laten we even doorgaan. Ik stel voor dat we even snel het startje ingaan en dan doorgaan naar de volgende modus. Modus. En dat is je Wasteland. Zeker. Dat is, Wasteland is daadwerkelijk ook PvP, zelfs als DayZ. Ja, oud PvP, maar wel in teams in principe. Ja, het is, je hebt soort factions of teams en... Waaronder de Blue 4, die zijn we nu. Op 4 en de Independent, daar hoor je ze maar niet mee in een team. Ben je gewoon een lone wolf. Ja, dat is een soort Hawaiian. Met een Hawaiian shirtje, met een helm op. Dat is ongeveer... Dat had je mij bedoelen, maar dat maakt niet uit. Dat, jij zit jezelf als een Hawaiian. Ja. Ja? Er is al niks mis mee. Overigens, een leuk detail, dat zijn we bijna vergeten te vermelden. De game wordt op dit moment op draaien wij op high. Dat is ook wel grappig trouwens. Voor mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn en het zelf ook willen opnemen. Een HDP VR 2 ben ik achtergekomen, kan je PC-beelden ook mee opnemen. Dus wat jullie aan mijn beelden zien, dat is opgenomen met een capture-kastje. En Standy neemt nog heel klassiek met fraps op. Maar mijn HDPVR kan niet op de computer houden. Nee, je hebt... Elke keer in te wrijven. Oh, dus het invrijven. Maar goed, dat kun je heel mooi uitleggen, Michiel. Het verschil tussen Arma 2 en Arma 3 qua zwaar zijn. Ja, nou ja, dit spel is zo gedesigned dat ze geprobeerd hebben om zoveel mogelijk voor te zorgen dat mensen die Armor 2 soepel konden draaien ook Armor 3 soepel moeten kunnen draaien op dezelfde soort, op dezelfde graphics hoogte. Dat enige wat ze toegevoegd hebben is dat je nu veel meer, ze hebben het kleurplet ten eerste heel erg aangepast, dat valt misschien wel op, en ze hebben het ook wel veel meer opties aan toegevoegd dat het veel gedetailleerder is. Het is er veel mooier uit ook wel. Ja. Oh, is dat een ifrit? Nee, dat is een auto. Ja, dat is leeg volgens ook mij. Wel. Ik hoop het wel. Nou, je moet even onze mannequins nog even ophalen. Zijn er nog twee en niks te doen? Oké. Okay. I'm driver, shotgun. Ja, oké. Misschien een klein stukje rijden en dan gaan we door naar Wasteland. Dat is wel iets meer op per individu gaat dat. Dus we zullen niet meer in een team handjes vasthouden. Oh, we hebben ook een gunner. Oh. Die gaat erin. Ik wil rijden. Ik rij wel. Nee, ik wil rijden. Nee, ik rij al. Douwe, laat mij rijden. Nee? Laat me rijden, ik heb ervaring. Volgens mij ben ik degene die hier rijervaring heeft, Stan. Ik kan me nog herinneren een bepaalde episode. Zit je in de auto, Stan? Ja, ik zit in de auto. Oké, dan gaan we nu gewoon rijden. Oké, ik zal even op enter drukken voor mooie shots. Oh ja. Ik zit ook wel in enter. Dus we laten die mannequins ook gewoon lopen, hè? Ja. Je hebt erin aangereden. Lul, ik heb je niet de orde gegeven dat je voor de auto mag springen. Dus ik stel voor dat je gewoon dat niet meer doet. Nu kan je net ook zien op mijn scherm, als je even kijkt hier, dat die goos bewusteloos achter het stuur zit. Je kan zelfs je eigen hoofd zien. Je kan je hoofd gewoon 180 graden draaien. Ik ben een soort van een L. Hier zitten allemaal mensen, hè? In het dorp. Niet te hard. Ik ken die deur niet heel snel bij. Dat pak ik wel. Nee.
Waar? Ben je dood? Waar? Voor ons. Oh! Had ik hem? Goed, waar wel. Zijn ze? Voor ons? Achter ons? Rechts van ons? Voor ons. Zie je het niet? Is dat echt daar? Oh, oh, shit. Zit hij rij hem over. Ik volgens mij had ik eentje overgereden met mijn auto. Jongens. Can't shoot. 13 kogels, jongens. Dat is niet goed. Je hebt 13 kogels. Er leven hier nog mensen, hoor. Oh, ik ben dood. Waar ben jij? Jij zat toch ik ben dood. Je liet hem gewoon achter. Ja, nee. Oké. Even situatie, even teruggaan. Stan stapt uit de auto. Ik zeg, ik kom hier in een auto en jullie rijden gewoon door. Ja, dat weet ik. En toen, en toen ging je dood. Je had die auto moeten stappen. Jawel. Dit is even rally race in Arma. Vooral de berg op. Dit was aardig van jullie. Ik kan echt niet goed mikken als je zo hard gaat. Woe! Je hebt nog maar 13 kogels, wat is het te mikken? Ja, ik kan toch 13 mensen mee doodmaken. Het is een HMP. Ik dat de auto dit niet zo leuk vindt. Nee. Auto? Je bent een futurist. Shift. Dat weet ik. Dat wilt hij niet. Volgens mij is het hier iets te stijl. Heb ik dus een gemoede. Ja. Hey, wat mooi. Ik rij meteen door een hekje heen. Nee, moet je niet naar je ballen zitten kijken. Gewoon rechtdoor. Nee. Ja, mijn mannetje zit ineens zo naar beneden te kijken. Hou op. Dat doet wel de tijd hoor. Oh god, dit gaat fout. Ik zit gewoon first person te rijden. Dat is ook wel... Nou, ik voel... Oh, er komt iemand aanlopen. Jullie gewoon ook de teammate die daar heeft achtergelaten. Oh, god, we gaan 120 over af. Dat is niet goed. Ik ben bang. Dit is wel fijn van Arma. Dus het is geen GTA namelijk. Niet elke boom is solid. Je kan, als je hard genoeg gaat, dwars door de boom rijden. Het enige vervelende is dat als je te hard tegen iets aanrijdt, dat je daadwerkelijk als persoon dood kan gaan. Ah ja, en de auto kapot. Ja, en de auto is dan ook kapot. Ja, dat kan ook wel. Dat je gewoon ook damage kan krijgen als je auto gewoon echt eraan botst. Ja, waarvoor denk je dat ik liever jou niet als chauffeur heb? Alhoewel ik nou echt wel alle stand krijg. Waar reed jij nu heen inderdaad? Je hebt er echt midden... Links is een ontsnappingspunt, rechts is een ontsnappingspunt. En Douwe gaat recht door het midden. Ja, volgens mij ben ik altijd een goed chauffeur geweest. Oh. Volgens mij voelt mijn auto dat niet zo leuk. Nee, je draaide een flinke 360, Max. Het is zo Stan die loopt ergens in de bergen. Want... Ik ben dood. Ik ben nog steeds dood. Oh, joepie, ik moet heel ver lopen. Ja, er staat een auto daar, hè, in de buurt. Nee, ik moet nog verder lopen. Ja. Ik ben ook gedisoriënteerd. Dit is een steen. Onze auto is... jongens... Waar zijn jullie helemaal naartoe gegaan, joh? Ik wil niet meteen mijn Bear Grylls cursus... Naar voren moeten we nu. Ja, dat snap ik. Maar mijn auto die doet niet zoveel. Oh, ik ga gewoon terugrennen voor die auto. Gewoon de passenger seat. Oh, nu zit ik... Oh, wauw, dit ziet er eens wat uit. Steek ik nu met mijn hoofd uit... Ja, ik steek nu kijken. Ik steek met mijn hoofd uit de gunner seat. Als je enter drukt, kijk eens bij het geweer. Zie je dat? Oh, wat is mijn spel zo raar? Jongen, ik probeer naar achter te kijken. Ik zie jullie niet. Ja, kijk, kijk eens naar het geweer op die auto. Een geweer op de auto. Ja. In derde persoon shoot. Zie je mijn hoofd eruit steken daar? Nee. Oh, jij jezelf wel dus. Nou, hey, ik zit nu in mijn eentje. Oh, hey, daar is weer het is Michiel. Oh, hallo, daar ben ik weer. Oké. Ik zie jou achter me zitten. Ah, hallo, Vera, ik zou van je toe. Ik pas met naar Noordoosten was het, hè? Boom, hou op. Ze moet deze wegen wat minder ruig maken. Ik word een beetje moe van dat... Het zijn geen wegen. Dit is... Alles... Dit is natuur, Douwe. Het is natuur. Natuur, jongen. Oké. Ik rij er in een... Zie je dit nou? Zie je aan het schieten? Ik kom eraan, jongens. Je hebt ook een auto dus? Nee. Zo is het straks een helikopter uit. Ik stel voor dat we zo meteen nog echt een achterlijke debiel rijden en dan switchen. Ja, we kunnen gewoon naar het vliegveld rijden, toch? Nu meteen. Ja. We kunnen meteen knallen. Doorrijden! Holy shit, we worden beschoten door een helikopter! Wat gaat hij nou met raketten op ons schieten? Hij schoot met een raket op ons. Jullie gaan maar door! Shit! Jongens, ik kom eraan! Vera, je bent er niet uitgestapt. Ja, volgens wel. Vera, blijf liggen, ik kom je halen. Ik laat je niet achter. Oké. Wij zijn hier alleen. Alleen de echte bikkels rijden gewoon de auto door. Echte bikkels, maar uitstappen. Douwe, kijk eens voor je, wat zie je daar? Een helikopter. Kijk eens wat hij aan het doen is. Oeh, ik ga er onderdoor rijden. Ik ben echt vet cool, awesome nou. Okay. Ik ga er Vera af, zo zien. Ik rij 20 km per uur, begin racegeluid te maken. Oh shit. Ik rij recht door het bos en ik rij al die bomen.
Stan, ik voel me alleen. Nee, daar is nog een auto. Ja, die rijdt. Dus die schiet op ons terug als we er langs rijden. Dus rijd ik ga. Oké. Ik denk ik wil hem aanrijden. Ik heb een beetje ruzie met de bomen op het moment, Vera. Uh-oh. Oh, nu niet meer. Ga je nou helemaal heen? Een keer naar rechts, Douwe. Oh, god. Dit is echt zo. Ik ben één keer 16 frames per seconde gewoon, omdat ik al die bossen heen rijden ben. Boom. Over 2. Oh my god. Ik ga naar rechts, Douwe, anders komen we nergens. I know. Ik moet even nu naar rechts sturen. Uh-oh. Hang time. Oh shit. En een bunker. Nu staan we stil. Ja. En de auto. Oh jongens. Jongens, de auto is kapot. Oké, blijf gewoon in die auto zitten, want ik kom eraan. We hebben een kapot. Hebben we niet een reparateur, manneke? Ja, die hebben we wel, maar die weet je waar die zit? Die heb je achtergelaten. Oh, ik mis een voorwiel. Oh, je mist niet. Jongens, ik kom eraan. Mijn Dukes of Hazzard stijl, jongen. Ik spring echt over die bergen heen. Mijn mannetje doet ook alsof hij hoofdpijn heeft. Echt van de weg van de auto, die helikopter. Wat? Helikopter? Ik ben mezelf aan het genezen. Waar ben je dan? Sorry, ik ben even. Zij dat? Nee. Schoot jij net, bedoel ik? Jawel. Ik weet het niet meer. De blackout. Mijn poppetje was duizelig. Dus, en Vera? Ik ben op een weg. Hey, dames en heren, zullen wij Wasteland even laten zien? Dat is goed. Ja? Dan gaan wij even switchen en dan merken jullie er pas wat van zodra wij weer terug zijn. Kijk naar de map hoe erg we uitgestringd zijn. En ik... Ik rij je door het... ik weet het niet hoor, ik weet het niet hoor. Allemaal door het touwen. Ik kan jou behandelen. Okay. Oh, ik zie iemand lopen hier. Wie is het? Oh, daar ben ik. Touwen. Op een berg gaan. Wat gebeurt er? Mijn wapen. Ik loop naar beneden. Goed, wij gaan switchen en we zien jullie zo terug. Joe. Hoi. Oké, dat is zo. Sorry, Michiel. Wat gebeurt er mijn wapen? Ja, bullshit. Wat gebeurt er mijn wapen? Oh, dat ben jij niet. Neem het nog op, of niet? Ja. We nemen gewoon door op, maar we gaan nu gewoon stoppen met deze functie in. Ah, oké. Nou, welkom weer terug. Dit is voor ons poging 3, geloof ik, om een fatsoenlijke Wasteland-opname te maken. We lopen nu in een stad. We hebben zo net meerdere keren het probleem... Kun je deze moneybag pakken? Nee. Dat is geen moneybag. We hadden de vorige keer meerdere problemen met... met wat niet eigenlijk. De server. De server liep vast. Het screen tear, whatever. En die pan nou, is PC deed het niet. Nee, dat was deze keer niet het geval. Mijn PC doet het op dit moment nog prima. Anyhow, we zitten nu in een marina, in een stad. Iets beter dan de kille omgeving die het spel je ook vaak weet te bieden. Whatever. Check die jeep. Dan moeten we natuurlijk... ik moet even gaan rijden. Oh, opgeschoten. Oh. Uh-oh. Dekking, zoek dekking. Door waar? Ik weet het niet. We hebben hier wel wapens, Cel? Nee. Ja, ik heb een wapen. Maar ik weet niet waar we vandaan weer beschoten werden. Ik ook niet. Kom je achter het hekje staan, niet zo naar me toe kijken. Dekking. Kijk niet naar me. Ja, hij mag best naar me kijken, alleen is het niet zo handig als we beschoten worden, lijkt me. Oh. Oh, dat was een van ons? Nee, dat was ik. Okay. Schoot jij net ook dan toevallig? Nee. Ja. Het klonk heel hetzelfde namelijk. Nee, dat was ik niet. En dat is wel cool trouwens van Arma 3, is elk huis kan je in. Dus het is niet ingericht, of course. Dat systeem trouwens van DayZ, van de officiële, die moeten ze in Arma ook gaan implementeren. Dat elk huis gewoon ingericht is met kastjes en... Check die auto maar, ik dek jullie wel. Check die auto maar, ik dek jullie wel. Ja, prima. Ik ben even die huisjes aan het checken die waar open deuren bij zitten. Oké, dan ga ik voor de auto. Ik vind het zo verwarrend dit, hè. Ik weet niet, ik weet niet, ik ga mijn studievideo monteren. Maar goed, ik zie een rood blopje, maar die zit rechts van de persoon. Dus het is heel verwarrend dat daar dus een persoon staat, maar... Dat hij niets doet. Oké, jongens, ik ga niet een kwad pakken, ik ga gewoon de stad inrennen. Worden wij nou beschoten? Ja, ik ben beschoten. Ja. Ik weet waar vandaan ook nu dus. Waar? Waar vandaan, jongens? Ik zie een auto in het midden. Waar? Waar ze dan weer niet gaan doorpraten? Rechts. Daar, joh. Je kijkt ernaar. Ik weet niet wie naast me staat, maar die moet... In het raam. Ja, ik zit in het raam. Oké. Okay. Ben jij dit? Zit iemand daar? Loopt er iemand bij de auto daar? Ja, daar ben ik. Ik ben bij de auto. Oh ja, die gozer was net ook in de chat aan het praten van. Hij zegt van, je kan niet door ramen heen schieten. De ramen zijn bulletproof. Wie steekt de brug over? Ik. Ja, pas op, links van je. Links van je. Als je midden op de weg komt, snel deze kant op, anders word je beschoten straks. Waar zit hij dan? Ik kan alleen bij killform spannen. Nou, ik span dus echt compleet ergens anders. Ik ben aan het kijken voor hem, waar zit hij dan? Dit? Ja, daar links ergens. Wait 8 seconds to continue playing. What? What the fuck? Wie zit mij aan... Snap ik helemaal niks van.
Ik zie ook echt niemand. Ik zie geen... Nou, ik weet ongeveer waar die zit, alleen... Ik loop er nu omheen, hè? Spel, hou eens op met irritante menu's in mijn gezicht te gooien. Ik wil gewoon spelen. Op. Ik hoor een schot. Ja. Waar zit hij dan? Ik ben nu omheen gelopen. Kijk in het huisje. Ik denk dat hij in het huisje was kan zitten. Oké, ik ben er gewoon uit. Dat is ook heel fijn. Hardcore, hè? Ja. Oh, ik ben geraakt. Uh-oh. Verdekking. Heb je die medkit opgepakt, toch? Of niet? Ik heb hem! Ja? Yes. Dat is mooi. Kunnen jullie even dat spangebied inlopen, dat ik daar weer kan spannen? We zitten er al in, als het goed is. Nee, ik zag jullie niet in de lijst staan. Dat was een beetje... Hij heeft het Silas, dat hij er ook op staan, hè? Even kijken. Ik zie Kilfarm en Aseas, Kropias. Oké, jongens, jullie kunnen hier komen. Hier liggen ook wapens en zo, dat shit. Ja, Vera. Kan een van jullie even teruglopen naar dat spangebied? Ja, we zitten al in het spangebied. Wow, die gozer gaat veel, jongen. Douwe, waar ben jij gespand? Ik ben nog niet gespand. Ik moet nog spannen. Ik zie alleen maar Aseas, Kafias, maar niet Annemaria. Of... Ja, ik dus ook. Even kanaal. Anders gaan wij daar naartoe. Ja, noem maar dat. Hebben we een iets andere... Ben jij naar boven dan? Ja, ik kom wel even bij. Ik zie... Oh, sound kan het niet. Waar ben jij? Ik zie hier een auto staan. Ik zie hier twee mensen bij elkaar en één persoon die apart loopt. Ik heb een TRG 21. Oké. Okay. Even kijken hoor. Op een bag. Ik zie hier rood. Ik loop nu op de weg. Ik zit nu naar een quad te kijken hoor. Twee tellen. Ik had hem gewoon hè, die man. Ja, ik wist wel dat hij hier zat, maar die ging van die ramen. Ik zie hier ook een quad. Oh, daar ben jij. Jij bent deze quad. Ik sta bij een quad, ja. Okay, ja even, er zit nog een holosite in, dus misschien dat je die wil hebben. Even mijn schermpje iets lager, want ik loop echt te stotteren. Kan ook geen kwaad, oké. Okay. Helder. Ja, nou, we hebben hier nog meer quads. Kom maar aan. Ons rij alvast met die tweede. Dan rij ik mij naar beneden via jou. Wacht even. Ja. Oh, er zitten hier twee wapens in trouwens. Ik weet niet of je nog meer wapens wil, maar... Twee wapens, een heleboel ammo, binoculars. Douwe? Ja? Ben jij verder de weg op gegaan? Of kom ik je achteraan? Je liep je achter mij aan? Nee, ik zit nu op een quad. Ik kom denk ik nu op een quad rijden. Ah. Waar waren jullie gespand trouwens? Daar ben jij. Vera? Was jij niet de teammaat die ik dacht dat jij was? Waar waren jullie gespand? Wat is dit nou? Load in vehicle. Wat gebeurt hier? Wat de hel? Wat gebeurt met die vent? Ja, wat gebeurt? Dat ben ik. Ben jij dat? Release this object. Ja. What the fuck was dit? Oké. Okay. Dat is heel interessant. Maar zijn jullie gespant, hè? Er zit ook helemaal niks in het voertuig. Welke opties heb je? Nee, niet welke opties heb je. Gewoon de correctie die gespant zijn. Jullie kunnen ophalen met twee wapens. Tegen dat jullie hier zijn, denk ik, dan is het alweer even wat verder. Oh, ik was science schot, wil jij dat ook? Ik was het niet. Ben jij Vera, of niet? Dat ben ik. Oké, okay, zullen we dan gewoon maar even gaan rijden en... Ja, als jij zegt waar ik naartoe moet, dan ga ik rijden. Perfect, ik zet hem eerst even third person. Maar hij scherm ook echt een beetje stotter. Oh, dat kan natuurlijk niet. Gewoon, nee, ik zit in hardcore. Kom je achter me aan? Ik loop mee, maar... Mijn scherm is een beetje mijn... Vera? Jij zit niet achterop. Ik dacht dat je achterop... Iedereen daar last van? Nee. Waar last van? Ja, ik heb gewoon niet zo... Het stond allemaal een beetje bij mij. Dat kan. Dus dat is best zware optie dit. Nou, weet je wat? Ik stel voor dat als je interesse hebt in Wasteland, dat je het gewoon zelf wel uitprobeert. Volgens mij, ik word ook doodgeschoten. Je wordt geschoten. Door Friendly Fire. Ja. Maar we hebben in ieder geval één iemand gekillt, hè jongens? Ja. Hey. Ja, staan even op beeld, dus dat is mooi. Dan switchen we over naar een iets meer actiegericht... Blijf je stilstaan, Stan. We switchen nu even over naar een iets meer actiegerichte modus. We gaan voor het eerst gaan wij Team Deathmatch proberen. Michiel, lead the way. We zien jullie zo meteen weer terug. En ronden deze Let's Play af met een knallert, hoop ik. Ja, dat hopen we. Elke keer. Oh, ik wil je op een uur trouwens. Nee. Welkom terug. Deze keer weer met een hoop gezeur. Alpha wil niet meewerken, servers niet meewerken. En het gaat allemaal geweldig, maar we zijn Team Deathmatch aan het doen. Het is iets chaotischer. Dit is hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal is helemaal niet waar, wat ik wil zeggen. Want ik vergis me nu eventjes met een eerdere opname. Je ziet niet goed het verschil tussen jouw team en het vijandelijke team. Anders zegt, ik heb geen idee hoe mijn vijand eruit ziet en hoe ik er zelf uitzie, bij wijze van spreken. Dus dat is wel heel interessant. Bijvoorbeeld op dit. Wij hebben donker kleuren, toch? Ja, wij zijn donker. Oké. Okay.
En zij zijn... Licht. Wit. Zij zijn van die standaard Amerikaanse uniformpjes, weet je wel, met lichte vestjes en zo. Ah ja, ah, oké. Okay. Daar heb ik al iets meer aan. Ik hoor wel heel veel geschiet. Ik ook. Oh, ik vind dit echt zo tof, hè? Ik zie ook waar het vandaan komt, dat is mooi ook. Je kan niet springen, dat is wel echt een nadeel. Nou, kom op, ga eens dood. Is het een friendly? Ik weet het niet, ik zie het echt niet. Ik ben net gekild door Stan. Laat ik het zo zeggen. Door Stan? Ja, door maar Stan. Dat oh, en ik ben dood. Ah, oh, shit, ik ben ook dood. Oh, man. Snap. Hoe de fuck? Snap, Stan. Ik zie echt niet wie vrienden de vijand is. Ja, dat... Ah, oh, fuck me dat. Dat is killen bij Rudolf. Jongen, dan gaan auto's... Er staat ook echt heel mooi min 1. En twee keer dood. Heb je een friendly fire kill? Ja. Maar iedereen heeft zo ook een light machine gun en... Nee, ik heb geen light machine gun. Nee, het verschilt per unit. Je hoort plant anders. Oké. Okay. Interessant. Okay. Oh, dit... Wie is dit? Ik heb een katiba met een scope. Hallo. Wie ben jij? Wie ben je? Gewoon neerschieten en dan werk ik er zelf. Nee. Ja. Volgens mij is dat... hij spant next naast mij, dus ik... Oeh. Oké, wij zijn donker uniform, hè? Want wie loopt er in die... samen op de brug. Ik loop op de brug. Oké, okay, je kan het verschil redelijk goed zien hoor. Die lichte uniform zijn gewoon de vijand. Het is best wel goed te zien, Douwe. Ik ben net aan de andere kant van de brug weer. Dus goed, loop je achter mij. Ja. Denk ik wel. Ja. Kan je door glas heen schieten? Nee. Dus glas is veilig. Ja. Oké. Okay. Ja, dit is even Oké, het is echt, ik zit hier echt om me heen te kijken, zo van, wat de fuck moet ik doen? Ik hoor mensen op me schieten. Moet je dus op M drukken, als je op M drukt, kijk, dan kan je nu kan je ook de map zien, zeg maar. Okay. Hun base en onze base. Oké, maar je ziet jezelf niet? Nee. Okay. Dan moet je een beetje vertrouwen in jezelf erbij fantaseren. Ja, fantaseren. Wat? Ze zitten echt 5 man in een fucking, in een soort shooter. Maar in een soort bunkertje. Nou, echt, en dan is mijn geweer in één keer weer weg. Hou op met al die irritante opties en pop-ups en irritant gemiep. Jongen. Oké. Ik zit in een huisje. Dat is ook... Ja, open door. Ik wil ergens omhoog. Hoe kunnen ze zo goed mikken? Ik schiet 40 keer op die hoofd, maar ze gaan niet dood. Misschien moet je ook niet op een hoofd drukken. Schieten. Ja, dit wordt het... Ja, je kan niet tegen. Oké, liep eens naar de speler, maar die is in één keer weg. Disconnected hier, er staat ook eentje. HTCP. HTPC. Jeetje, wat is dan een soort van rust die je hebt, want het is... Maar eigenlijk, lopen is het links wat er is ongeveer. Ja. Want zodra je loopt, kan je worden, dan kan je worden gespot. Nee, hey, logica, DAO 1.0. Maar, net wel soepeler dan nu, hoor. Ik ben weer dood. Ah, hou eens op, man. Je wordt gewoon al bij je span. Wow, ik span gewoon bij mijn span. Wow. Iedereen gaat dood. Oké, interessant beeld dit. Nee, we worden toch niet... Ga niet zeggen dat deze server ook opnieuw gaat. Hacker. Oké, als ik een vogel word, dan ga ik echt gillen. Dat was namelijk afgelopen maandag. God. Toen waren we heerlijk Wasteland aan het spelen en toen veranderen we dus steeds in een vogel. Ja, dat hadden we ook nog inderdaad, ja. Ja. Oké. Weet je wat? Ik zeg, jongens, voor een alpha vind ik het een hele interessante podcast let's play geworden. We hebben hackers meegemaakt waar we inderdaad mee lastiggevallen worden. Nou, we spannen weer. Spant op de bovenheuvel. Oké. En dan? Even kijken. You were kick off the game. Oké, jullie zitten er nog wel in. Ik nog wel. Nou ja, 1. Disconnected. Iedereen maar goed, om het dan even af te ronden. We hebben hackers meegemaakt. We hebben meerdere opnames meegemaakt. Om een beetje een idee te geven hoeveel gedonder er nog is. Positieve kanten. Het is erg mooi. Erg leuk. Als je even gaat zitten en het vastlopen niet erg vindt. Dan is het erg vermakelijk. Moet ik eerlijk toegeven. Ja, zeker. Wij hebben in ieder geval vaak moeten lachen. Het is een beetje jammer dat deze let's play een beetje weer spiegelt. Wat helaas wel het probleem is op een gemiddelde... speeldag, laat het zo zeggen. Vooralsnog, jongens, heel erg bedankt dat jullie wilden meedoen. Erg tof. Voor jou altijd, Douwe. Oh. Alfa is alfa, hè? Onthoud dat maar. Alfa is alfa. Wij zullen gaan proberen om gedurende het proces, dus als de beta straks uitkomt en uiteindelijk uiteraard ook de volledige game, om de game nog eens een keer op te pakken. Vooral even te weerspiegelen wat de groei is geweest, wat er interessant is.
dat soort dingetjes. Gewoon eigenlijk een beetje de groei van de game maken, meemaken. Dat is tof, want we zitten nu in een alpha en hebben daar ook echt goed de mogelijkheid toe. Voor jullie kijkers thuis, ik hoop dat het niet heel erg vervelend was om de hele tijd te switchen tussen interessante beelden. Maar wij hebben ons best gedaan. Meer kunnen we ook niet doen, helaas. Nee. Ja, en voor meer informatie, check uiteraard www.instagame.nl en like de video, abonneer op deze video of op ons kanaal, wat je ook leuk vindt. Maar nee, niet. Ik zeg fijne avond verder en tot de volgende keer. Tot ziens. Tot ziens. Hoi. Dag.